van huis uit heette het Ambrosius Hoeve. Het was een onderzoekscentrum voor bijen. Hier staan 500 soorten bomen en struiken die allemaal een functie hebben voor bijen. Wij hebben dit ruim 10 jaar geleden, 1 april 2005 om precies te zijn, over kunnen nemen van de Universiteit van Wageningen. Met het oog om hier een dagcentrum voor lichtdementerenden te maken voor mensen met geheugenproblemen. In die 10 jaar hebben wij gemerkt dat het ook echt meerwaarde heeft voor mensen. Dat ze hier een stukje geluk kunnen vinden, een stukje zichzelf kunnen zijn. We hebben het oorspronkelijk met 3 man opgezet. Met Jan Verhallen, die is overleden inmiddels. Anton Broekmeulen, al 35 jaar mijn partner. En Walter Tempels, dat ben ik. En in die geest, zoals we het met z'n drieën afgesproken hebben, gaan we ook verder. Nou, wij onderscheiden ons van andere dagopvang, hè. Het is hier een zorgactiviteitscentrum, omdat de begeleiding hier 1-op-1, 1-op-2, 1-op-3 is naar van de behoefte. Mijn rol is dus met Wim een leuke dag bezorgen. En dat houdt in dat we 's morgens hier op het park wandelen en koffie drinken, gezellig praten. En 's middags pakken we de auto en dan elke week bezoeken we een andere gelegenheid. Zodoende kun je ook echt individuele aandacht geven. En het stukje wat men door de geheugenproblemen niet meer heeft, dat stukje aanvullen. En de kunst is ook om de mensen zichzelf te laten zijn en niet alles over te nemen, alleen dat stukje. Dus het eerste wat ik doe hier 's morgens is de puzzels invullen. Op mijn gemak, dan ga ik in de rookruimte zitten, want ik rook. Maar ik mag ook nou roken van de dokter, dus dat is misschien de eerste dokter die dat zegt. Nou, de mensen die komen ongeveer van 9 tot 4. De dag begint met gezellig gezamenlijk koffie drinken, als ze dat leuk vinden. Wat ze eigenlijk zelf nog kunnen en leuk vinden, dat proberen we met de mensen te doen. Om eigenlijk de mensen er eigen te laten zijn. Mm-hmm. Zelf zijn. En waar we kunnen, helpen we mee. En waar dat niet hoeft, doen we dat beslist niet. En er zijn hier mensen die beginnen 's morgens met puzzelen. Dat is hun passie. Er zijn mensen die gaan zelfstandig de kippen voeren, de ganzen. En er zijn mensen die duiken de schuur in, want die willen graag knutselen. En er zijn ook mensen die gewoon gezellig willen zitten. Het is natuurlijk toch prettig samen zijn. Het kent elkaar. En je mag gewoon zijn wie je bent. Er hoeft niks. En er kan bijna alles. We hebben ook een kas. We hebben een groentebloementuin. En het is zelfs zo dat we niet aan het trein gebonden zijn. Soms gaan we naar Bergen-Lenschot, soms naar Amsterdam, naar Maastricht. Enfin, net waar iets leuks te beleven is en waar mensen zin in hebben. En ik had verleden jaar had ik spersiebonen, ik had uien, ik had bloemkool, ik had rode kool, ik had fooiekool. Ja, dat is geweldig. En eet je het dan ook zelf op? Eten we zelf op met elkaar, ja. Dat is zonder weg, want het smaakt ook lekkerder. En dan is er een kok in de keuken die lekker kookt voor jullie? Ja, mevrouw. Er staan hier 500 verschillende soorten bomen. Er staan ook een mooie hoek staat er met lindenbomen. En uniek is natuurlijk dat wij hier de enige echte lindenboom van de heuvel in Tilburg hebben. Om het verhaal compleet te maken. Ze hebben eerst jonge takken uit de boom geknipt, die hebben ze geënt. Nou, daar hebben ze nieuwe boompjes van gemaakt. Maar toen ze de boom omzaagden, toen bleek dat er vanuit de wortel 5 enten groeiden en die staan hier. Een hele verzameling van spullen die we op rommelmarkt hebben gekocht en ook via marktplaats. Maar gewoon mooie spullen gekocht, dat mensen daarvan kunnen genieten. Ja, wij zelf natuurlijk ook, maar het belangrijkste is dat de mensen daarvan genieten.
Ja, en een mooie vleugel hebben we staan. Daar wordt elke donderdag op gespeeld. Door een mevrouw, die komt hier speciaal voor een meneer piano spelen. Dus fantastisch. Genieten. Wanneer kom je in aanmerking voor dagbesteding binnen Ambrosiushof? De basis is natuurlijk dat je wat geheugenproblemen hebt. Wijkverpleegkundigen verwijzen door. Huisartsen, de Alzheimer Stichting, maatschappelijk werkers. En dan vragen wij een vergoeding aan via PGB bij de ziekenfondsen. Bij de gemeente is het tegenwoordig. En mensen mogen hier natuurlijk ook particulier komen.